Het zicht was op sommige plekken minder dan 100 meter. De files tijdens de ochtendspits waren dan ook 2 keer zo lang als normaal. En ook op Schiphol gooide de mist roet in het eten. Veel vertraagde en geannuleerde vluchten. En dat zorgde voor gigantische wachtrijen bij de ticketbalies. Ik sta ruim 2 uur in de rij. En ik ben heel erg geïrriteerd. Er zijn geen vluchten meer vandaag. Dus shit happens. Ik sta hier nu 20 minuten vanaf... De meeste mensen stonden ook al in een rij gisteren, een stuk of 3-4 uurtjes. Dus het is eigenlijk best wel heel erg. En het is nog niet helemaal voorbij met de mist. Ik ben geen weerman, maar ik weet dat in dit seizoen kan het gebeuren. En de mist lijkt de komende dagen wel aan te houden. Dus de problemen zijn in die zin nog niet voorbij. Helaas, maar ja goed, het is niet anders. Hè. We kunnen er weinig aan veranderen. Maar beter veilig aan de grond als hard. Dus.